We zijn nu in Kupjansk. Kupjansk ligt denk ik hemelsbreed, zo'n kilometer of 10, 15 van het front af. Is ook wel te merken, veel militaire activiteiten hier. De dorpen zijn uitgestorven. Veel stille getuigen van gevechten en in de verte hoor je het gerommel van artillerie. Wat we hier gaan doen, de Russen die staan weer aan de poorten van Kupjansk te rammelen. Ze verwachten hier binnenkort een grote aanval. En de Oekraïnse verdediging is hier aan het opbouwen. En daar mogen wij een reportage over maken. Ik wacht dus nu op een van de militairen die ons komt ophalen. En die ons verder gaat begeleiden naar de plek waar we moeten zijn. So we are filming in one special place. We will film without showing horizon, okay? Without horizon, okay. Because the hills can. Nou, we zijn ondertussen in een busje met de militairen op weg naar de defensiegordel, zou ik eigenlijk zeggen. Die ze aan het bouwen zijn. Die bouwen ze omdat er daar hier niet ver vandaan een heel bataljon met de Russen staan die klaarstaan om Kupjansk aan te vallen. Kupjansk, wat al een tijdje onder vuur ligt trouwens. Ligt een, het is een stadje vlak bij het front. En ja, we hebben de opdracht wel gekregen om niet te filmen waar het is. We mogen dus niet de horizon filmen bijvoorbeeld. Maar we mogen wel filmen wat ze daar aan het doen zijn. Zolang we maar niet prijsgeven. We rijden nu over een hele slechte weg. Desolate dorpjes. Kapotgeschoten huizen. En het verbaast me eigenlijk dat je gewoon nog steeds hier mensen ziet wonen. Rondfietsen en rondlopen. Een hoop mensen zullen ongetwijfeld gevlucht zijn, maar een hoop mensen hebben ook gewoon geen keus om dit te blijven. Begeleiders hebben nu ook hun helm en vest aangedaan, dus het lijkt erop dat we nu in een iets serieuzer gebied gaan komen. Ja, we zitten nu even vast. Er is hier een vliegtuigbom gevallen op de weg. Dus dat betekent dat wij op dit moment even niet verder kunnen rijden. Dan moet je in wat zwaaien. Niet aan wie aan het doen zo goed. Je kunt het niet zo kabelen tegen je. En dit moet al minimum 500 kilo's of bom. Because this is very big, you know, crater. Enorm gat, hier midden in de weg. En het doelwit was waarschijnlijk deze school hier. Ondertussen horen we op de achtergrond het gerommel van de artillerie aan het front. Dit is waarschijnlijk een bom van rond 500 kilo geweest, op zijn minst werd hier gezegd. Ja, geen idee wat het plan nu is. We gaan nu omdraaien. En het wordt ook nog spannend qua montage, want we willen dit vanavond, dit item, al in de lucht hebben. Ja, тут. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Maybe you could. Ми перші, хто ж зустрічає це все. І тому, ну, ми вже звикли, це для нас вже норма стала. Zo, nou. Ik ben nog buiten adem. We zijn klaar. We hebben iedere keer maar een paar minuten om hier te mogen draaien. Op de achtergrond hoor je het artillerie, vuur, sirenes. Dus het was echt rennen door de modder.
rennen door de loopgraven, ja, snel een interviewtje doen en weer weg. Wat dat betreft is het advies hier blijven bewegen. Goed, nou deze draaidag zit erop. Ik moet zeggen, het was een spannend, enerverend dagje. Ik merk dat ik nog steeds een beetje zit te zweten trouwens. Van alle haast en alle adrenaline. Staat Oekraïne bekend om zijn vruchtbare grond. De black soil, de zwarte grond zoals ze dat noemen. En die vrees heb ik toch een beetje meegenomen.